Rutte in het kotshuis met Kut Kaag. Rutte in het kotshuis met Kut Kaag. Rutte in het kotshuis met Kut Kaag. Rutte in het kotshuis, Rutte in het kotshuis, Rutte in het kotshuis met Kut Kaag. En ze zitten allebei op schoot bij Klaus Schwab. Dus wij maandenlang voor horeca gedemonstreerd. En nu worden wij door hun gediscrimineerd. Nederlander met een melkkorf, zijn ze nou geschift? Het is letterlijk geen gezicht. Ja, maar jullie zien er echt gek uit. Twee narratieven staan haaks tegenover elkaar. Die van de artsen en die van de mainstream media. Politici. Wij zijn trouwens nog bezeten, dus free Europa. Nexit. Maar slaap maar lekker verder. De Nederlander, dit was ooit een trots. Vrij nuchter, vrij gevochten. Volk. Ze hebben soevereiniteit ingeruild voor melkkorf. Elman zegt tijd voor de politie om op te staan. Aan de kant van het volk of om opzij te gaan, dan lossen wij het op. Complottheorie, vroeger noemde het wetenschap. Complot gek of denken, vroeger noemden we hem een arts. Gekochte influencers net als Rolfink. Ik heb geen respect voor die hoerige influencers. En Kees van de Spek, ik ben echt, die ligt je op. Alle respect. Ja, hij zegt respect. Hij is gekocht. Lekker weer komt eraan. Wil je erop uitgaan? Voor je eigen gezondheid komt de SS. Met blote vuisten je van het park slaan. Vroeger zeiden we artsen en experts. Nu is het complotdenker. Mark, Hugo en de Nos weten het beter. Rutte in het kotshuis met Kut Kaag. En ze zitten allebei op schoot bij Klaus Schwab. BLM was in winterslaap. Nu wil Kuzu op het Malieveld komen staan. Maar waar was je 14 maart? Toen wij vochten voor ons menselijk bestaan. Rutte in het kotshuis met Kut Kaag. Farid zat fout, ze zit niet op schoot bij Rutte. Mara kop ligt in de schoot van Klaus Schwab. Iedereen laten vallen en anderen afvallen. Achterbakse likse staatshonden. Gaat je belastinggeld echt zonder.